Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen. Dat stelt rugonderzoekster Laura Badstra in haar onlangs verschenen boek. ADHD uit zich door lichamelijke en geestelijke onrust, bewegelijkheid, gebrek aan concentratie en soms hyperactiviteit. Volgens Badstra wordt de diagnose te snel gesteld en worden er te snel medicijnen voorgeschreven. Het gedrag dat we ADHD noemen heeft heel veel verschillende oorzaken, waarvan een deel ligt in het kind, maar waarvan ook een deel ligt buiten het kind. Ouders hebben invloed, de school heeft invloed, de buren hebben invloed, de buurt, de maatschappij. En dat zijn allemaal oorzakelijke factoren die ook weer op elkaar inwerken, maar die niet altijd in het kind liggen. Ik denk dat de diagnose nu vaak wordt gesteld terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Terwijl we eigenlijk, als we voordat we een diagnose stellen, hulp bieden aan ouders, aan leerkrachten, kunnen voorkomen dat die diagnose gesteld hoeft te worden. Dat medicijnen te snel worden voorgeschreven is mede te wijten aan de farmaceutische industrie. Misschien kun je het hun niet kwalijk nemen dat ze de producten die ze maken ook daadwerkelijk aan de man willen brengen. Dat begrijp ik wel. Maar aan de andere kant denk ik dat het volledig uit de hand is gelopen en dat ze te veel reclame maken en ook dat het niet altijd duidelijk is dat bepaalde voorlichting, tussen aanhalingstekens, van de farmaceutische industrie komt. En die zetten ADHD neer als een hersenprobleem. Op 7 mei vindt in het academiegebouw een symposium over ADHD plaats. Aanstaande maandag gaan 7 van mijn masterstudenten hun onderzoek presenteren aan, ik hoop, een heel groot publiek. Iedereen is welkom.